Set & Sleepers is niet het eerste en zeker niet het laatste product dat Renate Veugen zal gaan verkopen. Je bent nu nog student bedrijfseconomie aan Tilburg University, maar je bent vooral onderneemster en dat al vanaf je 13e. Ja. Hoe kan dat? Op mijn 13e had ik dan eigenlijk mijn eerste baantje en toen verdiende ik €1,90 per uur. En ik merkte dat naarmate ik harder werkte, ik niet meer ging verdienen en vooral de mensen die ouder waren dan ik, ja, wel meer dan ik verdiende, terwijl ik natuurlijk heel enthousiast was, omdat het mijn eerste baantje was. En misschien wel dezelfde prestatie, ja, leverde. Ja, inderdaad. En toen ben ik thuis achter de computer gaan zitten en heb ik in Google geld verdienen ingetypt. En toen heb ik eigenlijk mezelf allerlei manieren aangeleerd om via internet dan geld te verdienen. Dus zoals dropshipping en affiliate marketing. Met dropshipping kon ik dan spullen verkopen zonder een voorraad in te slaan. En dat was op die leeftijd natuurlijk ideaal, omdat er geen... En jouw ouders vonden dat heel normaal, dat jij boven lekker allerlei toestanden zat te regelen. En jij ging gewoon steeds meer bedenken, welke nieuwe producten kan ik nog meer gaan verkopen? Want hoe ben je uiteindelijk op Set & Sleepers terechtgekomen? Toen ik 16 was, toen kwam ik erachter dat katoen heel erg schadelijk is voor huid en haar door het ruwe weefsel. En ja, we brengen daar 1/3 van ons leven op door. En dat schuurt langs huid en haar, waardoor het gespleten haarpunten veroorzaakt, maar ook rimpels. Dus dit heb ik mijn hele leven al gemist. Daarom heb ik die rimpels. Ja. Ik ga heel even naar jou, Karen Lanning, projectmanager bij Starterslift, ook Tilburg University. Jij begeleidt dit project, of jou als onderneemster? Ja, Renate als onderneemster inderdaad. Renate is bij ons gekomen vanuit Tilburg University in Starterslift eraan verbonden. En daarin helpen wij studenten en alumni om hun ambitie om een eigen onderneming te starten of uit te laten groeien. Ja, om dat ook echt waar te maken. Maar we maken even een sprongetje, want we begonnen op jouw 13e en dan inmiddels zit je al aan de universiteit. En daar zijn jullie op zoek naar jongeren die... Ja, die de ambitie hebben om echt hun goede idee echt om te zetten in een onderneming. En daar ook na hun studie mee verder te gaan. Wat heeft Starterslift voor jou dan gedaan binnen jouw manier van ondernemen? In het begin heb ik de kussenslopen zelf genaaid. En op een gegeven moment hebben mijn moeder en mijn zus ook meegeholpen. En toen ik bij Starterslift kwam, zeiden ze tegen mij: "Joh, Renate, denk eens vooruit, hoe wil je dit nou gaan doen? Ja, als het nog meer gaat groeien, zo gaat het niet meer." En toen heb ik de stap gemaakt om het uit te besteden. Dus dat idee, ja, dat zou ik zelf waarschijnlijk langer over hebben gedaan om tot die conclusie te komen. Karen, jullie stroomlijnen dat. Jullie geven hun de tools om... Ja, om stappen te kunnen maken in hun groei. Maar wat wij heel belangrijk vinden om te kijken van... Ja, wat wil die persoon tegen? We gaan een gesprek aan. En wat ik dat eerste gesprek heel erg doe, is om te kijken, ja, wat is je ambitie? Wat wil je? Dus... Aan Renate heb ik ook gevraagd, is dit iets wat je voor altijd bij wilt blijven doen? Of zie je dat zitten om dat na je studie uit te gaan bouwen en echt een bedrijf te hebben waar je wat dan je baan is en je de rest van je levensonderhoud voorziet? En Renate is van, ja, als dat zou kunnen, zou ik dat wel willen. Ja, want jij gaat je studie niet afmaken. Ik ga na dit schooljaar stoppen, dan heb ik mijn bachelor binnen. En ja, dan ga ik me fulltime hierop richten. Dat is ook mijn droom. Dus. En wat betekent dan? Dan ga ik me hier fulltime op richten. Dus dat zijn de Set & Sleepers. Maar er ligt iets wat je niet kunt missen. Ja, dat is een onesie. Dat is een onesie. Een beetje een opkomende trend. Het is al echt een heel erg bekend en gewild product in het buitenland. Het is het meest gevraagde kerstcadeau van 2012 in Groot-Brittannië. En dit is een wanneer trekken we dit aan? S'avonds op de bank of in bed als pyjama. Maar nu met het carnaval zijn ze natuurlijk ook heel erg populair. Je hebt de dieren en de normale. En ik merk dat Nederlanders de dieren onesie toch wat te extreem vinden om daarmee s'avonds op de bank te zitten. Dus die vinden ze dan natuurlijk helemaal leuk voor carnaval. Hoe bespeur je deze trend nou? Internet afzoeken. En dan denk je, bingo, ja, dat wordt mijn volgende product. Ja, als ik denk, ja, dit is het, dan... Als ik er enthousiast over ben en erin geloof dat het echt iets is, dan... Nu studeer je bedrijfseconomie, je moet je thesis ook nog schrijven. Hoeveel uur besteed je hier nu aan? Ja, ik ben eigenlijk wel continu hiermee bezig. Het is meer dat ik even dan een paar uurtjes aan school ga besteden of iets anders ga doen. Hoeveel van dit soort dames en heren kom jij tegen? Ik spreek er ongeveer 70 per jaar met een idee, waarvan er afgelopen jaar dan 13 toegelaten zijn tot Starterslift om daadwerkelijke begeleiding te krijgen. Wat zijn de criteria? Dat er een mate van innovatie en onderscheidendheid in moet zitten. En vooral bij studenten is onderscheidendheid dan belangrijk.
En ja, ze moeten echt ambitie hebben om dat bedrijf te starten. Dus het zijn geen projecten van nou, we gaan eens proberen leuk of ik het leuk vind. En het moet echt een serieus bedrijf worden met werkgelegenheid en wat de economie stimuleert. Dat zijn voor ons belangrijke dingen waarbij wij kunnen ondersteunen. Waar gaat het om? Geld of ondernemen? Mij gaat het om dat ik, omdat het mijn droom is om dit te doen en dat het me een kick geeft om via internet mijn geld te verdienen, onafhankelijk te zijn van plaats en tijd. Dus, waar gaan we jou over 10 jaar terugvinden? Aan de Bahama's met een laptop? Ja. Ja? Ja. En de logistiek is dan allemaal uitbesteed? Ja, dat is de bedoeling. Nou, dit ga ik doen, want die rimpels die moeten weg. Dat pak ga ik nog over nadenken. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor dit wel heel bijzondere gesprek. Ja, heel graag gedaan. Ja.